doelstelling van Sarah is 24 jaar geweest om almeloze kunstenaars over het voetlicht te brengen. En dat willen we goed doen. En dat betekent dat we een goede brochure uit willen brengen met goed drukwerk. En dat kost gewoon veel geld, dat is één. Maar wij vinden ook dat als je daarmee aan de slag gaat, dat je die kunstenaars recht moet doen. Dus moet je niet afraffelen, dat moet je goed doen. En wij zeggen van nou ja, oké, we doen het of goed of we doen het niet. En we gaan niet inboeten verder. Ik denk dat de Herman Krikka prijs is iets wat wij in het leven geroepen hebben, zo'n jaar of 7 geleden. En ja, wij vinden die Herman Krikka prijs een hele fijne stimuleringsprijs voor kunstenaars. Het wordt ook ernstig gewaardeerd. Kunstenaars weten ook dat het winnen van zo'n prijs iets betekent. Want er zijn immers maar heel weinig van die prijzen in Nederland te vergeven. Dus ja, een prijs winnen op het gebied van kunst is een heel prestigieus iets. Nou ja, de plannen zijn ook nog wel ambitieus voor Almelo de komende jaren. Alleen, kijk, je weet wat je hebt en je weet nog niet wat je krijgt. Ja, vanaf dat ik startte als kunstgalerie of met een kunstgalerie in 2005, toen had ik vrij veel contact met hier Paul Tieke. En ik zei tegen Paul van wij gaan een kunstgalerie starten. Nou zeg hij, jij bent iemand die graag samenwerken wil. Je kunt met Kunststappen meedoen. En vanaf 2005 ben ik lid van de stichting Kunststappen eigenlijk. Als kunstgalerie moet je het nooit in je eentje willen doen. Ik zoek het altijd dus in samenwerking. En wat is het mooie dan met je naburige stad te gaan samenwerken. Dan kunnen mensen vanuit Almelo ook naar Wierden gaan kijken. We hebben altijd dezelfde dag voorheen was het altijd de eerste zondag van de maand. Sinds een paar maanden is het nu de laatste zondag van de maand. Omdat Almelo dan ook een koopzondag heeft. En wij werken gewoon met hun mee. Als hun zeggen we doen het op die zondag, doen wij ook mee. En de kunstenaars die hopen natuurlijk ook iets te kunnen verkopen. Tuur, u hebt net de atelier- en theaterroute geopend, hè? Waarschijnlijk de laatste. Dat is maar de vraag. Ik heb begrepen dat ze het moeilijk hebben, dat het lastig is om het te organiseren. Het is natuurlijk belangrijk voor de stad dat het wel blijft. Waar het volgens mij nu op aankomt is dat we even met z'n allen heel goed kijken. Wat is er nou van nodig om dat mogelijk te maken? En ik wil daar graag met raad en daad bij staan. Nee, het is belangrijk voor de stad dat het er is. Maar het is ook de vraag of het zich moet vernieuwen of veranderen of innoveren. Ik denk dat goede vraagstukken zijn om eens even met elkaar over door te praten. En het is ook niet zo, dat zeg ik ook maar even meteen erbij, voordat de verwachtingen verkeerd geschapen worden, dat ik met een cheque aankom met geld om dat allemaal even te regelen. Zo simpel is het niet. We zullen het echt met elkaar moeten doen. En ik denk dat de kunstenaars daarbij horen, de sponsoren en misschien dat de gemeente daar ook nog iets bij kan doen.